De negatieve berichten over het AstraZeneca-vaccin hebben toch wel een impact gehad op de vaccinatiecampagne in Suriname. Dat zegt minister Amaramadine van Volksgezondheid. De bewindsman geeft aan dat de berichten angstaanjagend zijn, waardoor er veel ruis ontstaat. Ik moet wel stellen dat tot nu toe geen enkel land of geen enkele instantie heeft kunnen aantonen dat er een link is, een directe link tussen de bloedstolsels en de trombose en het vaccin. De WHO is uitgekomen, de EMA is uitgekomen als grootste autoriteit van Europa. FDA gaat niet uitkomen, maar AstraZeneca niet in de US wordt toegediend. Dus het is echt wel de rest van de wereld waar we naar moeten kijken. Wij hebben gesteld ook dat, we hebben ook onze experts en onze technische adviescommissie om advies gevraagd. En vooralsnog is ons aangegeven dat wij veilig kunnen voortgaan met AstraZeneca. Ramadine verwacht dat de Europese landen de komende week weer zullen starten met AstraZeneca. Hij benadrukt dat in Suriname de situatie constant gemonitord wordt. Mocht het zo zijn dat er een advies komt welke inderdaad de directe link legt tussen die twee, dus het AstraZeneca-vaccin en de trombosen, dan zullen wij wel gelijk in actie komen. Eigenlijk kan ik zeggen, blijf jezelf monitoren. Er is geen reden tot paniek. Ik heb het vaccin ook al gehad drie weken terug. We hebben in Suriname nog geen gevallen gehad van trombose van de meer dan 6000 doses die toegediend zijn. Hopelijk blijft het ook zo. En er is ook onderzoek geweest voor in de trials dan over trombose. En er is geen, wat ik wel duidelijk moet stellen, elke bijwerking die iemand kan krijgen, of een symptoom die je kan krijgen na een vaccin. Dus laten we zeggen, je krijgt een hartinfarct net een half uur nadat je een vaccin hebt toegediend gekregen. Is dat dan bewezen dat het direct komt ten gevolge van het vaccin? Of had je onderliggend cardiaal lijden? Snap je? Dus daarmee zijn de onderzoekers nu bezig om die link individueel te leggen met de onderliggende situatie. Omdat trombose op zich 10, 20 risicofactoren heeft, welke verantwoordelijk kunnen zijn voor trombose. Minister Amaramadine van Volksgezondheid. Hij zegt dat het een moeilijke taak voor wetenschappers zal zijn om te bewijzen dat er een verband is tussen trombose en het AstraZeneca-vaccin. Trombose kan namelijk door verschillende redenen ontstaan.